Ik vind de situatie hier bij het station zo ingewikkeld dat ik het niet veilig vind en ook niet aandurf om hier zelfstandig alleen zonder begeleiding over te steken. Oversteken bij station Nijmegen is als je blind of gehandicapt bent een gevaarlijke opgave. Beleidsmakers van de gemeente konden dit maandag zelf ervaren in een oversteeksimulatie. De komende jaren gaat er veel veranderen in het stationsgebied, maar volgens de Oogvereniging Gelderland en het Zelfregiecentrum moeten er nu al maatregelen worden genomen. En kunnen deze niet wachten tot de stationsplannen gerealiseerd zijn. Ik vind de situatie hier bij het station zo ingewikkeld dat ik het niet veilig vind en ook niet aandurf om hier zelfstandig alleen zonder begeleiding over te steken. Het is best lastig om hier naar de overkant te komen. A, omdat je zit met de fietsers, maar zeker met de bussen. En zeker als je van de kant van het station komt, dan kijk je tegen de Haag aan. En zoals je ziet zit ik vrij laag, dus dan zie je die bussen niet aankomen. En die bussen worden steeds geruislozer natuurlijk, wat op zich mooi is, maar ook wel gevaarlijk. En de hele situatie rond het station moet echt opnieuw bekeken worden. Als je oversteekt met een blinde geleidestok, dan kunnen overige verkeersdeelnemers stoppen en je vrij baan geven. En dat, zo is het ook in feite wettelijk geregeld, maar in de praktijk gebeurt dat vaak niet. En dan kom je toch als persoon met een beperking in een hele heikele situatie. Van Dijk heeft al een oplossing bedacht om veiliger over te steken. Dat kan beter door welvoorzieningen te maken. En dan zijn verkeerslichten met rateltikkers zijn simpel en zijn voor iedereen eigenlijk duidelijk als veilige oversteekvoorziening. Ik hoop van harte dat de gemeente de oproep om dit aan te pakken serieus gaat nemen. En dat er een voorziening wordt gemaakt. En ik denk dat dat voor niet alleen voor blinden en slechtzienden is, maar ook voor rolstoelers, ook voor mensen met een licht verstandelijke beperking. En ik denk zelfs voor alle Nijmegenaren, want je hoort toch algemeen dat het heel onveilig is om over te steken voor het station.